van Who's Cooking. Ik ben Sabine en we zijn vandaag weer live bij scharrelslagerij Jochem Diekerhof. We zijn hier al een keer eerder geweest. Toen heeft Harm heerlijke sazijsbroodjes voor ons gemaakt. En hij gaat ons nu weer iets leuks laten zien van het slagersvak. En als jullie vragen hebben, stel ze vooral. Joël staat weer achter de camera, dus laten we naar binnen gaan. Nou, dit kennen jullie wel. We zijn hier al een keer geweest. Dit is dus de slagerij. Goedemorgen. Ze hebben het druk. Jullie zijn er weer, gezellig. Ja. Vandaag rijp vlees doen? Ja. Kijk, we hebben hier alles rijp in je tas staan. En we hebben er nu niet zo heel veel in liggen. Normaal ligt dit ook helemaal vol. Maar ik heb hier een hele lende liggen, of hangen eigenlijk, zoals dat heet. Die halen we er even uit. En die ga ik even schoonmaken voor jullie. En op hoeveel graden staat deze glas? Die staat op dit moment, omdat hij net open is geweest, op 2,5 graden. Okay. Maar wat heel belangrijk is van die kast, is dat de luchtvochtigheid heel laag is. Daarom smet het vlees niet, maar het droogt het eigenlijk in aan de buitenkant. Oké, dit is dus de hele lende. Dit gedeelte is entrecote en dit gedeelte is côte de bœuf. Dus die gaan we eerst eventjes door midden zagen. Je pakt dat even het laatste ribbeen. En daar houdt de entrecote op, dus snij hem zo in. En hoe kan je zien dan dat entrecote is en dit het weer? Dat kan je nu nog niet zien, maar dat weet ik dan toevallig. Okay. Dat ik het al een tijdje doe. Nu ga ik hem ermee haken. Ja. Dus dan haal ik de côte de bœuf, dus dit gedeelte van de entrecote af. En hoe lang heeft het deze gereed? Dit heeft 4 weken gehangen. Kijk, je lijkt nu zie je nog redelijk hetzelfde stuk. Maar naarmate je deze naar de nek toe volgt, dit gaat steeds meer naar de nek toe, wordt het meer door regen en lijkt het eigenlijk op een ribeye. Dat is het ook, alleen omdat er nog een bot aan zit, noemen ze het côte de bœuf. We gaan even naar de snijtafel. Niet speciaal effect. En wat ga je nu erop snijden? Kijk, hier nog, dat zie je best wel duidelijk. Hier zie je een stukje lopen. Mm-hmm. Dat heet het koetsierstuk. Dus dat loopt eigenlijk tot hier zo. Dus, en daar zit een heel dik zenuw doorheen. Dat zie je hier eigenlijk ook een beetje al lopen. Dat zul je zo duidelijker zien als ik het eraf snij. En dat is niet geschikt om zich voor elkaar te maken? Het kan, maar alleen er zit er wel een heel dik steen in. En dat is toch niet zo lekker om mee te pakken en te eten. Oké. Okay. Oké, okay, je ziet hem hier een klein beetje. Mm-hmm. En stel dat ik hem naar de midden snij. Oké, dan zie je hier een heel dik steen lopen zo. Ja. Dus ja, dat is niet zo lekker om mee te bakken. Dus ja, heel veel slagers die doen dat wel. Maar wij niet. En wat doe jij met dit stuk dan? Die ben ik zo meteen helemaal uit. En dat doe ik door de geruite hamburgers heen. Oh ja. Ik maak alleen hele lekkere hamburgers. Ja, dat wat, ik nu doe is, ik snij eigenlijk langs de bordjes helemaal naar beneden. Zodat het hier loskomt. Dan snij ik hier de... Veronique heeft ook meegezellig. Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt. Dan snijden we ook even langs de ruggenwervel. Ja. Dan is die eigenlijk al bijna los. Nu heb je eigenlijk alleen dit stukje moet nu nog. Dus ik heb zo je mes er langs. En hoe kan je dit stukje vlees als het beste bereiden? Nou, dat hangt er een beetje van af. Kijk, we hebben zo meteen ga ik er lapjes van snijden. Ik ga eerst nog even iets verder schoonmaken. En dat hangt een beetje vanaf natuurlijk hoe dik je lapje is. Als jij een heel dun entrecote hebt, dan is het een kwestie van even dichtschroeien aan beide kanten en dan is het klaar. Mm-hmm. Maar het is ook natuurlijk gaaf om op je barbecue of in de oven een heel groot stuk te doen. En dan adviseer ik meestal mensen een kerntemperatuurmeter te gebruiken. En dan is het eigenlijk een kwestie van even aanbraden in de pan. En de kern van 48 graden aanhouden. Oké. Okay. En dan is die mooie rosé. Dan is die medium rare. Ja. En tegen de 52, dan wordt die iets meer naar medium. Wil je hem helemaal wel dan? Dan verkoop ik het je niet. Dat is zonde van vlees. Hoe is je vraag of je bouillon kan trekken van een bot?
zal ik niet doen. Nee, want deze heeft dus liggen rijpen. En kijk, dat bot, dat is ook een soort van natuurlijke korst voor het vlees geweest. Kijk, je ziet dat het hier ook helemaal donker is en doen. En hier zitten dus eigenlijk alle bacteriën in die door die 4 weken rijpen niet in het vlees zijn gekomen, maar die zijn op het bot gebleven. Dat is een soort van schild geweest. Okay. Dus als je daar bouillon van gaat trekken, dan ga je eigenlijk van de bacteriën bouillon trekken. Dus dat zou ik niet doen. Okay. Dit is eigenlijk niet meer geschikt. Kijk, je kan ook nog een beetje, kun je dit er nog afsnijden. Dat kun je nog door de hamburgertjes doen. Dat ga ik zo ook nog wel doen. Maar goed, ja. De rest is eigenlijk onbruikbaar. Want daar maak je dan een zwerp gehakt van, toch? Ja, klopt. De laatste dingetjes nog even eraf. Hier hebben we nog een vliesje. En dat vlies, dat is ook niet lekker, hè? Nee, kijk, als je dat ook meebakt. Kijk, je ziet het ook. Je ziet het hier heel duidelijk lopen zo. Als je dat meebakt, ja, dat wordt heel stug. Kijk, vet is helemaal niet erg, maar vliesjes, dat is niet lekker. Nou, nu is hij eigenlijk zo goed als klaar. Kijk, nu herkent iedereen ook waarschijnlijk ook gewoon zijn entrecôte als je hem zo houdt. Ja. Nee. Maar er zit hier nog wat aan. En dat is gewoon. Dit is het vet, ja. Dat is heerlijk om mee te bakken. Sommige mensen vinden het ook lekker om op te eten. Ik persoonlijk niet zo. Maar nu heb je entrecôte zo. Ja, prachtig. En deze, kijk, deze is. Nou, dit is voor 2 personen, denk ik. Die zou ik een minuutje of 5-6 bakken, hooguit. Dan is die ook mooi rood van binnen. Dan hebben we nog de côte de bœuf. Die is hier aan de buitenkant toch best wel dat hij lang heeft gehangen, omdat het helemaal is ingedroogd. Dus dat gaan we eerst even wegsnijden. Even een dun. Dat is niet geschikt om te eten? Nee, dit moet ik ook weggooien, dat zwarte. Dat kan ook niet door de hamburger zijn. Dat is hetzelfde verhaal als net met die botten, daar zitten alle bacteriën in. Okay. Dus dat ga ik heel zorgvuldig wegsnijden, niet te veel, dat is weer zonde. Mm-hmm. En dit vlees is best wel, dat koop je niet zomaar toch? Zelf? Kijk, het wordt nu steeds populairder, dus de meeste mensen die willen het nu allemaal wel een keer proberen. Je ziet het in restaurants overal, dry ace, de meeste hebben ook een klein kastje hangen. Yeah. Maar heel veel mensen doen het thuis nog niet. En volgens mij zijn we ook de enige namens voor die het verkopen, dus kom wat lekker bij ons kopen. En dan kun je het een keer proberen thuis. Ja. Wacht, we gaan deze... Oh, oké, maar vragen. Dan ga je zo nog vertellen hoe je dat dan doet, toch? Hoe je dat bereikt. Heb ik net gedaan. En deze ook, ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Kijk, dat zijn wat dikkere stukken, dus dan is het wel weer makkelijk om je kerntemperatuurmeter te gebruiken. Ja. Yeah. Vaker. En dan is het hetzelfde verhaal eigenlijk, aanbraden in de pan. Hij is ook nog niet helemaal goed zo. Maar dat is hetzelfde verhaal, aanbraden in de pan, kerntemperatuurmeter erin en 48 graden. Dit is niet de allermooiste, maar dit is de buitenkant. Ja, zo is die op zich wel. Kijk, heb je 2 mooie stukken van 1 groot stuk. En jij vroeg vanochtend toen je binnenkwam, wat is nou het verschil? Hoe kan het nou in 1 stuk zitten? Ja. Je ziet wel een beetje, kijk, als je dit zeg maar door zou trekken zo, dat het verlengde is van die. Dus je ziet wel enigszins dezelfde structuur, maar deze is toch wel wat vetter met hier. Ja, sommigen vinden dit lekker omdat er ook bot aan zit en dat geeft lekker smaak. Ik vind die lekkerder en het is makkelijker bakken. Ja, oké. Nou, dit is wel heel erg stoer natuurlijk. Mooi, maar hoe bereid je deze koolstof? Dus het lekkerste is eigenlijk op de barbecue. Schroei hem even dicht, mooi ruitje aan beide kanten. En dan kun je ervoor kiezen om hem op je barbecue te houden en op een wat kouder gedeelte tot de kern van 48 te garen. Ja? Of je legt hem nog even in de oven. Okay. Maar het lekkerste is eigenlijk op de barbecue. Nou, super. Nou, dat was weer een superleuk en duidelijk verhaal. Als jullie nog vragen hebben, stel ze vooral hieronder, want dan kunnen wij nog aan Harm vragen wat de antwoorden daarop zijn. Of misschien weten we het zelf wel. En we zien jullie morgen natuurlijk weer. Bedankt voor het kijken allemaal. Vond je dit filmpje nou leuk? Deel het filmpje, like het filmpje eventjes. En we zien jullie morgen weer. Tot morgen. Tot de volgende keer.